Hallo iedereen, dit is Nola en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn kot opruimen, want het is echt wel nodig. Ik moet stofzuigen, mijn kleren opruimen, mijn bureau opruimen, mijn kasten opruimen. Ik ga echt eens een deep cleanse doen van mijn kot, want ik steek eigenlijk alles maar gewoon weg in kasten. Vandaag is het vrijdag en normaal ga ik elke vrijdag naar huis, maar vandaag blijf ik omdat ik naar een toneel ga deze avond. Dus het leek mij de perfecte kans om deze vrijdag te gebruiken om mijn kot op te kuisen, want ik heb maar 2 uur les, 2 uur in de ochtend. En als ik hier nu eens een video van maak, heb ik geen excuses meer om het uit te stellen. Ik zal jullie eerst een soort before geven van mijn kot. Het is echt al erger geweest, het is niet heel rommelig, maar het heeft toch wel echt een cleanse nodig. Zeker ook in mijn kasten, er ligt van alles wat er niet moet liggen. Lege verpakkingen zelfs. Kleren liggen helemaal overhoop. En zoals jullie kunnen zien, ligt hier ook van alles op mijn kastjes dat hier niet moet liggen. Dus ik ga jullie nu eerst een before geven en dan gaan we beginnen met opruimen. Voilà, zo kom je mijn kot binnen. Voor echt een kottour moeten jullie gewoon even op het i'tje klikken en dan kunnen jullie mijn kot zien wanneer ik er pas in was. En daar leg ik jullie ook uit waar alles staat, dus dat ga ik nu niet in deze video doen. Maar jullie kunnen wel zien dat het hier niet al te proper is. Mijn mama gaat het niet leuk vinden dat ik dit laat zien. Maar zo heel erg kan het niet zijn, want ik ga nu al opruimen. Ik ga beginnen met mijn bureau, want dat is hetgene waardoor dat je kamer er al direct een stuk cleaner uitziet. Ik ga even stapeltjes of zo maken van dingen die ik wil bijhouden en dingen die ik moet weggooien. Mijn laptop hoeft hier nu ook niet te liggen. Ik weet echt niet wat ik hiermee moet doen. En dit zijn nog muntjes voor te drinken in de AB. Maar ik ga die sowieso kwijt doen tegen de volgende keer dat ik ga. Maar ik ga ze ook niet gewoon wegsmijten. Ja, ik ga ze gewoon even eerst hier in een van die dingetjes doen. En dan zie ik nog wel later waar ik ze kan leggen. Het is al iets beter. Ik ga nu dit eens even oprommelen. Want hier zitten zelfs nog dingen in van de examens. Samenvattingen die ik gemaakt had. Maar ik ben er door op al mijn examens. Dus ik heb die eigenlijk niet meer nodig. Maar ik weet niet. Ik heb zo toch een soort van stress om dat weg te gooien ofzo. Ik moet het echt loslaten en gewoon dingen weggooien. Dit is mijn hoofdtelefoon. Daar moet ik misschien nog een beter plekje voor vinden. Ik weet niet. Deze agenda is vol. Die is van vorig jaar. Ik denk dat je gewoon thuis ergens gaat liggen. Want ik wil dat wel zo bijhouden. Het is wel grappig om te zien wat ik een jaar geleden zo deed. Mijn boek dat ik aan het lezen ben. Al 10 jaar of zo. Waar heb ik hierin geschreven? Van zoveel van die papieren weet ik niet eens wat het is. Aha, mijn doopcertificaat van Touristica. En hier komen de samenvattingen al. Dat mag allemaal weg, maar ik heb daar zoveel tijd in gestoken. Het is echt raar om dat nu zo weg te gooien. Als ik nu zo random toch een herexamen heb dat dat fout geteld is of zo, dan ga ik echt flippen. Dat kan toch niet, hè? Toch? Right? 2 schoolboeken. Deze kan ik eigenlijk verkopen al. Allee, volgend jaar. Deze ga ik nog ergens bijhouden, zodat ik die volgend jaar kan doorverkopen. Dat is terug. Goed bezig. Ik was al vergeten verder te filmen. Ik heb even mijn bureau zo goed als leeg gemaakt en ja, alles hierop gezet. Zodat ik dit even kon afkuisen, mijn natte vod. En dan, als dat zelfs droog is, ga ik die terug hier ergens zetten en ga ik dit nog afkuisen. Ondertussen heb ik ook mijn spiegel proper gemaakt, dus nu kan ik eindelijk weer te goed mezelf zien. En nu is deze spiegel aan de beurt, want ik heb die 1 keer proberen proper te maken en toen is dat een beetje mislukt. Want ik had niet echt schoonmaakmiddelen, maar nu heb ik een vod, dus ik denk wel dat dat gaat lukken. Maar die is al lang niet meer proper gemaakt geweest. Droogmaken met een handdoekje dat ik niet gebruik. Maar ik heb mijn spiegel nog nooit zo helder gezien. Check deze. Ik kan gewoon mijn outfit laten zien zonder dat er lelijke vlekken op zijn. Terwijl mijn bureau zelfs nog aan het drogen is, ga ik mijn bed opruimen en dit pennenbakje wat er op mijn bureau staat. Ik ga eerst dit uitpluizen en daarna ga ik mijn bed te goed doen. Dit was ik al zo lang kwijt. Oh my god. Ik ga ook even alle pennen testen of ze werken. Ik denk dat je ervan gaat verschieten hoeveel pennen ik heb die niet werken. Voilà, dat is leeg. Er zit wel stof in, dus dat ga ik nu even uit mijn raam doen. Voilà, nu dit terug proper is, ga ik het terugvullen en dan weer op mijn bureau zetten. Voilà, ik heb het iets anders ingedeeld nu. Ik vind dit wel nog mooi. Dit moet ik wel nog allemaal wegdoen, maar dat ga ik zelfs doen. Ik ga eerst nu mijn bed opmaken en te goed
ja, fixen. Guys, het is af. Kinda. Ik heb één schuif nog niet proper gemaakt, maar dat ga ik vandaag niet meer doen. Dat is voor volgende week of zo. Maar ik ga jullie laten zien hoe het geworden is. Oké, dus mijn bombak super clean. Mijn wc super clean. Mijn wc-papier is zelfs roze. Wat wil je nog meer? Mijn spiegel super clean. Ik heb mijn plant hier gezet en die pak daar. Super clean, niet zo clean, dus dat moet ik nog doen. Ik kan dus eigenlijk weer in mijn eigen spiegel kijken te gooien. Mijn handtasje hier, die moet nog even drogen. En dan hier het pronkstuk van mijn kot, mijn bureau. Ik ben hier echt heel trots op, ik vind het echt mooi. Mijn plantjes en mijn foto's en mijn codex en mijn lamp en mijn papieren en mijn plantjes en mijn gele roosjes. I love you, man. En dan gaan we door naar mijn kastje en dan mijn bed. Maar dat was dus mijn clean with me video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en jullie zelf ook een beetje motivatie hebben gekregen om het op te ruimen. Want ik ben echt super blij dat ik het heb opgeruimd. Het ziet er echt veel beter uit en ik kan nu echt nog werken als ik wil. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen like achter te laten als je het leuk vond. En als je meer van zo'n video's wilt en video's over het kopleven en dergelijke, abonneer dan zeker hier beneden. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie terug in een volgende video. Bye guys!